Alles auf! De Spruch van heute. De overwinning is hem die de meeste volharding aan de dag legt. Hou! Officieren en manschappen gebruiken de maaltijd gemeenschappelijk. Ben je niet in bed, Kampen? Ik wou nog een brief naar huis sturen, onderchauffeur. De middagrust is een deel van de dienst en moet ook al zodanig in acht genomen worden. Jawel, onderchauffeur. En vlug! Volgen de nieuwsberichten van de BNO. De Reichsführer SS bezoekt zijn vrijwilligers in Zenheim. Nederlanders, kortom alle Germaanse vrijwilligers, geven hun uiterste krachten om de Reichsführer SS te tonen wat ze op sportgebied in Zenheim reeds bereikt hebben. De Reichsführer verheugt zich over de sportprestaties van zijn jongens. Niet slechts het lot van ons werelddeel, maar het lot van de gehele wereld, van de cultuur, van alle waarden van hogere orde, hangt daarvan af of de vorming van de Germaanse lotsgemeenschap gelukt of niet. De beslissing daarover valt echter niet door het zwaard alleen. Het zwaard ploegt diep, het bereidt den bodem, maar of het nieuwe zaad ontkiemen zal, daarover beslissen de allerdiepste krachten die het wezen van een tijd bepalen. En thans staat gij hier aangetreden in het begin van uw militaire loopbaan om straks met het zwaard in de vuist onze cultuur te verdedigen en om later verenigd te bouwen aan de Germaanse gemeenschap. Onderricht is een factor van het grootste belang bij de opleiding van onze Germaanse vrijwilligers. Deze lotsgemeenschap, de elastische en tot draagkrachtige fundering van Europa, moet langzaam groeien. En het beslissende eerste teken van dat wat komen gaat, is niet een eenzijdige Duitse actie, maar de weerklank uit de Germaanse landen, de bereidheid tot een gemeenschappelijke strijd, de broederschap der wapenen. Het wezen en het bestaan van het Rijk heeft vele facetten. Het is een staatkundig en tevens een volksprobleem. De geschiedenis van het Nederlandse volk bewijst ons dat juist dit oerkrachtige volksdom door alle tijden zijn eigen aard bewaard heeft.
Wat heb jij dan? Ik heb net een brief van thuis gekregen. Moeder schrijft dat ze geldzorgen heeft. Weet je wat? Ga naar de vuurzakkenvuur. Hij vindt beslist een oplossing voor je moeilijkheden. Kom, kom, ga eens even rustig zitten. Zo. Even dan nou maar. Ik heb zojuist een brief van mijn moeder ontvangen. Ze schrijft dat ze geldzorgen heeft. Maar heb je dan die kwestie niet meteen bij je aanmelding in Holland geregeld? Met de vuurzorgenvuurer? Nee, onderstroomvuurer. Ja, dat had je direct moeten doen. Maar ik zal je helpen. Ik geef je nu als voorschot 80 mark. Die kan je dan direct aan je moeder sturen. Dank u, onderstroomvuurer. En vergeet niet mij morgen het recu van de postwissel te tonen. Jawel, onderstroomvuurer. Na afloop van hun opleiding worden de mannen beëdigd. Soldatenvuurer, ik melde in, vuur en manschap zur Bereitung angetreten. Stange! Strijdgemeenschap verbinden zal. Stad nu loop, pik het einde.
schilderachtige, oeroude Elzasse stadje is de mannen in deze paar weken vertrouwd geworden. De mannen uit de wijde kustgebieden van Vlaanderen, Nederland en Denemarken voelen zich hier volkomen thuis. Klagenvoort kom je in mijn compagnie. Fijn,